In the shadow of the Belgian port of Antwerp, Ignis meets the Dutch self-made multimillionaire Johan van den Berg. Toen ik dit kocht, had ik wel de behoefte om een werkplek te creëren. Ideaal gesproken niet in mijn woonhuis. En een half jaar later, nadat ik het woonhuis gekocht had in België, belde mijn buurman op en vroeg of ik geïnteresseerd was in zijn woning. Dus dat heb ik gekocht en daar heb ik mijn kantoor, zoals de Belgen zeggen, een bureau van gemaakt. En dat ligt ongeveer op een 300 meter afstand van het woonhuis, van mijn woonhuis. Dus elke ochtend naar mijn werk gaat, dan pak ik de fiets naar het kantoor toe. Ik ben met mijn gezin in 1992 naar Amerika getogen en in Arizona beland. En daar ben ik als glastuinbouwondernemer begonnen met het bouwen van een kas. En in die kas tomaten, zijn we tomaten gaan telen. Ik ben geboren in Bergshoek, net onder de rook van Rotterdam. En mijn vader was kweker, mijn opa, mijn overgrootvader. Dus het is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Deze foto vertegenwoordigt eigenlijk, en daar ben ik trots op, mijn succes in Amerika. Together with his wife Paula, they wanted to realize the dream of their own domain. Here in Capellen, they now have a beautiful green and woody estate of no less than 9 hectares. De eigenaar die heeft heel, heel veel indruk op mij gemaakt. En er is een klik omdat ik in Johan het ondernemerschap zat, hoe hij zijn bedrijf opgebouwd, de waarde die hij opgebouwd, dat ligt heel in de lijn met mijn bedrijf. En dan is het natuurlijk veel makkelijker te schakelen. Hoe is het, jongen? Goed, jongen, met jou? Uitstekend. Leuk je te zien. Even wasmaken, hè? Ja, ja. Half, half Amerikaan. Dank je. Ja, leuk dat je er even bent. Leuk eigenlijk. Dus hier is jouw kantoor. Dit is mijn kantoor. Dit is het kantoor. Ja. Ja. Hij is heel groot geworden door gewoon te blijven. Je moet niet naar de rommel kijken en allemaal papier. Maar ja, hier zit ik dagelijks, dagdagelijks te werken. Mijn hobby uit te voeren. En als je werk je hobby is. Ja, dat is makkelijk. Dan doe je nog altijd dan altijd s'avonds begint te werken met Amerika, met de tijd en zo. Ja, 2005 zijn we hier beland. Bedrijf verkocht. En toen heb ik een aantal jaren al mijn passie en mijn energie gestopt in het ontwikkelen van de plek hier waar we nu wonen. Goede vrienden van ons die hebben ons begeleid in de terugkomst naar Europa. We hebben wel een aantal huizen bekeken uiteraard toen wij naar België kwamen. Maar heeft gelijk ons hart gestolen. Het ontwerp is gemaakt nog door de heer Wiertz zelf, Jack Wiertz. Okay. Hij is helaas 2 jaar geleden overleden. Landscaper Jacques Wiertz designed countless parks and gardens worldwide. The estate of Johan and his wife is one of his last designs. Dit is het totale domein wat ik toen aangekocht heb. Ruim 9 hectare. Het kantoor en het hoofdhuis is hier. Wiertz, daar heb ik een heel fijn gevoel bij vanaf het moment dat we elkaar ontmoet hebben. Ik ken hem van andere dossiers, zoals we weten. Ik ken zijn kwaliteit heel goed, hoor. Ja, dus, ja. Alleen dit op zich al, deze tekening, die zal al zijn waarde gaan krijgen mogelijk. Ja, en hij heeft hem persoonlijk ondertekend met de tekst een droom in wording. Prachtig. Capelle, 27 mei 2008. Ja, nee, hier ben ik heel fier op. Nou, daar mag je ook wel fier op zijn, hoor. Ja. Het is eigenlijk met de tekentafel begonnen om een ontwerp te maken door hem, door Jacques Wiertz. Ja, en dit is het uiteindelijke resultaat geworden. Je ziet dat die tuin die is ontworpen en aangelegd met zo'n enorme passie. Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is echt heel uniek hier. We zijn bevoorrecht dat we uiteindelijk dit aan konden kopen, dit domein. Ja, we genieten elke dag van de vrijheid die we hier hebben en de ruimte om ons heen. The inside of the country house is also decorated by a well-known name, Axel Vervoort.
Together with his sons, Boris and Dick, he works in assignments for several clients from around the world. And before, also here in Capellen. Ja, ook helemaal in de smaak van Paula en van mij. De kleuren, de sfeer, het is warm, het is gezellig en daar houden wij van. Ik ben blij dat je me uitgenodigd hebt om hier het huis te komen bezoeken. Ik ben hier inderdaad nog nooit geweest. Toen we dit project deden, dan was mijn vader hierop actief en ik ben heel blij verrast het huis te ontdekken. Dit is een huis wat uw ouders gedaan hebben. Dat klopt. Wat ik typisch zie de visie van wat wij doen en wat mijn ouders hier toen gedaan hebben, 10 jaar geleden, is die formele ruimte toch proberen op een informele manier te bewonen. Maar vandaag de dag zijn we weer 10 jaar verder. En dan denk ik dat je vandaag de dag daar nog een stap verder kan in gaan. Okay. Maar dit zouden jullie niet meer zo decoreren? Ik zou het of soberder maken of voller maken. Voller maken, ja. Ik vind dat hoofdhuis dat het nog minder stads, nog meer landelijk zou mogen worden. De hagen moeten wat gesnoeid worden. Ja. U gebruikt deze voor... Dit is mijn kantoor. Kantoor. Dit is conferentieruimte. Zalig. Doris, hier achter ligt mijn werkdomein als het ware. Het is de eetkamer. Deze vloeren die komen uit een 18e eeuws, begin 18e eeuws, rond 1700 pakhuis in Lille. Ik denk dat we het hoofdhuis, ook dat sprookjesachtige wat dit heeft, nog wat verder moeten gaan. Dus we moeten dat uiteindelijk helemaal dit idee naar daar kunnen brengen. Daar komt het een beetje op neer. Even the color of the walls did not escape Father Fofort's attention. It had to be special. Nothing has been left to chance. Het is een prachtig groen. Het is gemaakt van blaadjes van groene thee. Van heel zo'n soort sencha thee die vermalen is en daar dat mee geschilderd. En voor deze eigenaar is natuurlijk groen en planten een heel belangrijk aspect geweest. En vandaar dat ook hier dat zo gedaan is. Like father, like son, landscaper Jacques Wiertz must have thought, as he built his company into a family business too. Both sons, Peter and Martin, are landscape architects who work in their father's design office with heart and soul. Peter. Goedemiddag. Goedemiddag, een tijdje geleden. Hoe is het met u? Ja? Mijn papa is begonnen in 1948. Zijn eerste buitenlandse werken waren rond het meer van Genève, dan in Frankrijk. En ondertussen werken wij in alle buurlanden. Kom, we gaan een wandelingetje maken. Ja, leuk. Is dat goed? Ja, denk ik. Ja, het is ongelooflijk wat die man met zijn zoons, inmiddels zitten de zoons ook in het bedrijf, Peter en Martin, wat hij inmiddels heeft bereikt wereldwijd, wereldfaam. Nee, ik ben zo trots, Peter, en dat meen ik echt, ja? Dat dit project, dat weet u, een van de laatste projecten van uw vader is geweest. Ja, ja. Dat het met heel oude mensen, hij was 93, kan gebeuren, heeft hij een longontsteking ontwikkeld waar hij ondanks antibiotica niet meer kon tegen vechten. En dat, dan is hij gestorven op 4 dagen. Een zeer innemende man, integere man. En ik had eigenlijk onmiddellijk een klik met hem. Hij zei tegen mij, u bent een deugniet. Ja. Maar uw vader was ook een deugniet. Absoluut. Dat weet ik zeker. Ja, dat is zo. Dus 2 deugnieten bij elkaar. Ja, hij had ook heel veel bewondering voor jouw pionierszin. Mm-hmm. Dat vond hij, daar had hij heel veel respect voor mensen die hard werken en risico durfden nemen. Ja, ja. Een man ook met niks begonnen. Ik ook eigenlijk, met niks begonnen. Voor mij is dat eigenlijk altijd een uitdaging geweest om iets in je leven te doen wat een ander nog niet gedaan heeft. En dat kan Jacques Wiertz ook zeggen. Dit vond ik ook zo'n heel goed idee van uw vader. Hè? Met druivelaars en met... Dat heeft hij nergens anders gedaan, zo. Nee? Nee. Dat moet in de winter ook heel mooi zijn. Dat is het ook. Ja. Totale perceel is ruim 9 hectare. Dat is groot, dat is heel groot, uiteraard. Wij houden wel van ruimte om ons heen. Wat ik nooit geweten heb, is deze boom, noemt u de naam eens, want ik ben slecht in naam. Rhododendron trichotomum. Als hij dat blad wrijft, ruikt het naar pindakaas. Dat wist ik zelf niet. We hebben hier tot op de dag van vandaag enorm van genoten, dat doen we nog steeds. Maar het is een groot domein, vergt veel onderhoud.
Ja, pindakaas. Dus we willen eigenlijk wat kleiner gaan wonen. En we willen ook wat meer reizen gaan maken. Dus ik heb 1,5 jaar geleden grond gekocht. Want regeren is vooruitzien, heb ik altijd geleerd. En het is de bedoeling dat we daar een nieuw huis op gaan bouwen. Ik word er nog steeds stil van. Ja. Van zo'n mooie tuin. Ja, ja, het is heerlijk. Hè? Dat is ook een beetje mijn achterliggende gedachte geweest. Om geld te investeren, je kan aandelen kopen. Ja. Moet je elke dag in de krant gaan zitten kijken. Ja, vreselijk. Van zijn ze nog wat meer waard geworden? Ja. Of investeer ik een gedeelte van mijn verdiende geld in een mooie tuin? Ja. Als jij naar kantoor gaat, dwingt hij jou met de vijver om daar rond te gaan. Dat is toch heerlijk? Ja, precies. Dat is een klein plagerijtje dat je elke dag moet ondergaan. Ja, exact. Mijn vader zette zich altijd in de voetsporen van de voetganger. Er zijn inmiddels 2 mensen al hier geweest die uit Oost-Europa komen. Die interesse tonen. Ik zit hier met het probleem. Het cliënteel van mij dat is Oost-Europees. En die hebben een heel andere insteek dan de mensen die hier wonen. Wat denk jij zelf? Want qua kamers heb ik... We hebben niet zoveel kamers. Wij kunnen geen volume meer bijkrijgen. Hè? Dat gaat niet. Nee, maar dat is ook mooi. Het feit dat het volume klein is, heb je ook de mooie transparantie dat je van groen naar groen gaat. Het is een klein 500 vierkante meter, maar naar Oost-Europese normen is het veel te klein. Dus klein, 500 vierkante meter. Die gangen zijn te klein, je ziet het personeel lopen, dus helemaal tegenovergestelde. Ja, dat zijn kleine ruimtes, hè? Ja. Ik denk dat we dan landelijke sterker moeten maken. Dat klopt. Ja. En het minder villa maken. Ja, dat klopt. Misschien verkopen echt een dasje. Ja. Een dasje is in het Oost-Europese cultuur is dat een buitenverblijf. Dus wij gaan het zo prepareren als een buitenverblijf van iemand heel vermogend. En dasjes, die zijn veel kleiner. Misschien de richting moeten veranderen. Ik ben aan het spelen met het idee om iets te doen met die doorgang. Okay. Dat een groot televisiekamer kan worden en dan een andere functie geven voor het huidige televisiesalon, waar het scherm veel te klein is. Maar je weet ook tot dat verbouwd moet worden naar een dasha. Whichever owner receives an object, the working method is always the same. A luxury staging, led by Ignis's sparkling wife, Naomi, is a must. Quand je suis venue visiter cette propriété, je suis tombée quand même amoureuse de cette table généreuse et je me suis dit, il faut ici, j'aimerais bien avoir le rouge et avec des couleurs comme des pinky comme ça et je trouve que c'est magnifique, c'est accueillant, c'est chaleureux. On peut jouer avec des choses simples et ça donne ce plus. Naomi is mijn partner voor 12 jaar. Zij is na mijn moeder de belangrijkste persoon in mijn leven. Le staging en fait, c'est une étape qui est très très importante pour donner de la vie à la propriété. Het bedrijf hebben we helemaal samen opgebouwd van scratch. Dus dit is een teamwork, hè? Wij kunnen heel goed het huis communiceren. Ik kan zeggen ook. Dit is een beetje. En respectant toujours le style et de respecter le concept. En fait, quand on a par exemple un manoir, il faut respecter le style du manoir. Quand on a un style d'un château, il faut respecter le style de château. Et on travaille avec. Can I see it again, please? Dit is haar ding en ik betrouw haar daar ook in. Dus ieder heeft zijn taak, doet mijn communicatie goed en dat past dan samen. Naomi die komt met haar team en die gaat bepaalde ruimtes gaat hij omzetten naar staging. Maar staging voor foto's. Want als zij dan klaar met de staging en de foto's, dan komen die naar mij. Quelquefois des propriétaires, ils disent ah là je change mon avis hein, je vais plus vendre. Parce qu'ils voient quand même une sorte d'atmosphère dans leur propriété qui est originale, vivante, belle. Thank you.
We zijn met een cliënt bezig hier, een Chinees. Ik heb nog niet zoveel Chinezen gehad als cliënt. Hoe zou een Chinees hierop reageren? Het traditioneel Chinese idee gaat veel meer vanuit de Feng Shui. En dus dan moet je bouwen om met de windstreken mee te gaan leven aan de hand van het astrologisch profiel van de persoon. Dat zou perfect hier kunnen doen. Dat kan je hier doen, maar dat is natuurlijk veel ingrijpender. Geen maatschappij, dat is mogelijk. Ja, we laten de buitenkant staan en al de rest gaat opnieuw. Hè? Mijn functie lijkt een beetje zodat ik in een derde persoon kan kijken hoe het in iemand zijn smaak kan vallen. Maar een Chinees die flikkert er alles uit. Mijn ervaring met Chinees cliënteel is dat een Chinees gaat geen eetkamertafel overnemen. Van iemand anders, uiteraard. Van iemand anders, want dan neem je het gewicht en de hele beladenheid van een huis. Dus ik kan me niet voorstellen dat je een Chinese klant gaat vinden die gaat zeggen van ik neem het hier zo over. Maar voor mij is het belangrijk dat ik Boris erbij getrokken heb. Hij kent mijn cliënteel, hij begrijpt cliënteel. En dat is wel heel fijn dat je dan de bevestiging krijgt uit iemand professioneel. Hoe ik er tegenaan zie eigenlijk. Het is echt voor iemand die natuur, liefhebber van natuur, liefhebber van een park, liefhebber van in een plek als deze, moet je hier komen voor het park, voor de tuin, voor leven in de natuur. En als je dat niet wil doen, ja, dan hoef je hier ook niet, dan hoef je dit niet te kopen. Want dat is een van de grote sterkte die ik zie in deze plek. Dit wilde ik u laten zien. Dit is een van mijn favoriete plekken. Ja, Peter, met de beuken. Ja, dat is heel mooi. De donkere beuk en de lichte beuk. Hè? Het is hier een echt paradijs. Is dat hier een zwemvijver? Ja. Hoe diep is dat? 1,80? Nee, 1,20 denk ik. 20, ja. Ja. Dat is heel, heel mooi. Heeft uw vader zoveel kooien aan laten leggen, maar we hebben er een zwemvijver van gemaakt. Dat is nu echt typisch mijn papa. Dus die ruimtevorming met die hagen en dan die gelaagdheid. Van rechtgesneden, rondgesneden en daaruit puilen dan zo kussens. De gelaagdheid van lage hagen naar hoge hagen in een andere textuur. Alles heel mooi organiseren. Er is iemand uit China. Ik heb via Ignaas begrepen dat zijn grote passie en hobby is duiven. Duiven melken, dat betekent de duivensport. In dit gebied schijnt een hele goede locatie te zijn met betrekking tot de aanvliegroutes van de duiven. Daarvoor zijn wij toch aan het praten tot hij zijn duiven hier zou komen laten settelen. Ja, dit is ook een fijne plek voor de familie. Een oude paardenstal. Ik heb zelf nog een professioneel duivenhok staan hier. Maar ik heb wel een geschikte plek om de duivenpaviljoen neer te gaan zetten. De plek is in de boomgaard, achter de paardenstal. En dit is de boomgaard. Moet je deze boom zien, deze appels. Ja. Weet u de soort? Een bellefleur type ziet dat eruit. Wij rapen de meeste appels op van de grond. En dan geven we de appels weg aan de buren. Ah. Ik heb het van het begin af aan samen met Wiertz en met Vervoort opgebouwd. En dat ga ik denk ik wel missen. Het is een prachtig project geworden in zijn totaliteit. De namen Axel Vervoort en Wiertz zijn belangrijke namen. Beide tonen het goed. Het heeft een heel veel meerwaarde. Dus wij moeten daar gaan vertalen. Dit domein is zo groot en zo waardevol dat je dan toch denk ik je cliëntelen moet gaan zoeken in een, bijvoorbeeld in een Azië of Oost-Europa, waar de budgets om zoiets aan te schaffen vele, vele malen hoger zijn. Wij praten wel een prijs rond de 20 miljoen, daar praten wij nu. Ja, ik denk dat Ignaas een hele belangrijke rol speelt om de juiste koper te vinden voor dit prachtige domein. Is voor mij ook belangrijk vanwege het feit dat ik zoveel passie met Paula ingestopt heb, dat het in goede handen komt. Maar ik wens in ieder geval de nieuwe eigenaar net zoveel geluk als wat wij beleefd hebben hier in de laatste 15 jaar.